eerste tip is het probleem dat veel consumenten, veel patatzaken en ook veel restaurants hebben. En dat is namelijk koude patat. En het probleem met koude patat is dat eet niemand. Het is gewoon echt niet lekker. Vandaar dat het ook heel vaak weggegooid wordt. En onbewust doen we dit ook heel vaak. Dit is niet nodig, want met oude patat is zelfs ook nog wat te doen. En ik ga hier iets van maken. Namelijk rusty rondjes van oude patat. Wat je daarvoor nodig hebt is oude patat uiteraard. Die snijden we snel en fijn. En dan doe ik er een beetje kokerom door. Niet te veel, want dat is voor de binding dat het bij elkaar blijft. En een klein kruidje. Ik heb er een dille hiervan uitgekozen. Ik ga dit even doen. Dan ga ik het zo dadelijk afbakken. En dan zie ik jullie weer. Rustige rondjes uit oude patat met een biertje erbij. Omdat afval niet bestaat, heb ik dit gerecht gemaakt. Ik hoop dat jullie het thuis ook gaan doen. Ik ga nu even lekker proeven. Fijne woensdag en tot volgende week.